Monique, zangcoach, hoe word je dat? Zangcoach wordt je, ja, ik denk dat het wel in je zit eigenlijk. Ik ben altijd aan het zingen geweest, ik heb het podium me eigen gemaakt en, uh, en alle technieken. En uh, na nou, heel veel ervaring merkte ik gewoon dat ik het delen met wat ik heb geleerd en. Uh, uh, het delen daarvan maakte me zo intens gelukkig dat ik dacht: van ja, dit wil ik gewoon doorgeven. Wat ik heb geleerd, de valkuilen die ik heb meegemaakt en de uren die ik gemaakt heb. Als ik daar een beginner of al een middelmatige zangeres daarmee help, ja, dat maakte me heel erg gelukkig. Dus ik dacht: uh, ik word het. Mens, uh, we hebben jou aan het werk gezien in uh, grandioos. Dank je wel. Je doet het al lang? Ja, sinds 2013. En je doet er ook al wat mee? Nee nee nee, alleen met de rockschool. Nee nee nee, ik durf niet met, met een jam of zo op de. Nee, dat, dat is nog doodeng. Daar ga gaat het ook nee, nooit niet worden. Nee. En ik hoor je zeggen de rockschool. Wat houdt de rokschool in? Nou, er is een, een school voor uh, is opgericht in 2013 en voor senioren. Er moest iets tussen de bingo en de gradiums en uh, en is dit geworden. We gaan een rockschool doen. En die is terechtgekomen bij Judith. En Judith heeft er wat mee gedaan. En in 2016 of 2017 is Monique erbij gekomen als zangcoach. Want die hadden we toch wel nodig. Dus dat doe je er ook nog bij, Monique? Dat doen we er ook nog bij, ja. Precies. Ja, dat is ontzettend uh, ja, vreugde om te doen. Vooral de vriendschappen die daar ontstaan bij de senioren, maar ook gewoon ja, die bucketlisten ah, dat beentje. Of ze hebben er ooit wel op gestaan, als ze heel jong waren, gitaar afgestoft. En, uh, maar vooral met z'n allen en elkaar ook het zelfvertrouwen geven. En je kan het wel en elkaar helpen. En uh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder. En daar nog, je zangtechnische punten op de IZ is wel uh, heel dankbaar werk. Ooh, als je like zingen, moeilijk voor je? Nou ja, kijk, ik zing uh, overal in de keuken, in huis, in de badkamer. Dus op zich zingen is niet moeilijk. Maar wat wel moeilijk is, is om het ook over te brengen, dat het aantrekkelijk wordt voor anderen om naar te luisteren. En dat, uh, nou ja, daarom uh, ben ik hier eigenlijk. Ja, het belangrijkste, hè? Ja, ja, dat eigenlijk wel, ja, ja. En je speelt al, of je zingt al in, in een band? Ja, ik zing uh, sinds een jaar uh, in een band. Het is een uh, net gestarte band. Dus we zijn nu repertoire aan het opbouwen. En uh, nou ja, we hopen dit jaar uh, los te gaan met optredens. En uh, ja, superleuk. En hoe lang ben je hier al bij de Zanko's Monique? Uh, nou, dat is ook bijna een jaar. En, en zingen kan iedereen. Iedereen kan het, maar het grote sleutelwoord is, wil je het ook echt? De ene heeft iets meer talent meegekregen, heeft iets meer ritme of een goed luisterend oor voor muziek. Maar ja weet je, als je het niet wil, en op een gegeven moment zeg ik dan ook wel tegen die leerling van, ja, wil je het eigenlijk nog wel? Want ik merk dat we niet opschieten, zeg maar. Maar dan ben ik ook wel gewoon heel eerlijk. Maar uh, als ze ervoor open staan en ze willen het echt, maken ze wel grote stappen. En jij treedt zelf op in beentjes, hè? Ik heb uh, vanaf 1995 tot 2014 in Baksteen gezeten. Een vrij bekende rock band in de Zaanstreek. Daar heb ik ook het uh, vallen opstaan uh, geleerd. Hele mooie tijden meegemaakt. En sinds 2017, 16, 17 zit ik in uh, One U2 Experience. Als de enige uh, vrouwelijke bono uh, in Nederland. En uh, backing vocals bij een uh, Prince Tribute, Purple Project. Dus uh, ja, zeker op het podium. Optredens? Nou, een tribute is wat lastiger weg te zetten als een coverband, maar we doen ons best. We staan 8 april uh, met uh, One in het patronaat, dus dat is wel heel erg te gek. Dus uh, kom kijken. En uh, met Purple, ja, Prins is, wat, uh, is een minder grote groep uh, voor geïnteresseerd, maar daar hebben we ook een boekingskantoor bestaan, dus ik hoop dat we daar ook weer veel mee mogen optreden.